Hi, mijn naam is Anne-Rut Bakker. Ik ben 25 jaar oud. Ik woon momenteel in Parijs, Frankrijk. En ik ben alumni van de opleiding Voeding en Diëtetiek in Amsterdam. Afgelopen jaar heb ik mijn scriptie geschreven over voeding en ondervoeding bij zwangere vrouwen en vrouwen in reproductieve leeftijd in landen in Azië en Afrika. Tijdens mijn studie Voeding en Diëtetiek heb ik een minor gedaan in Global Health en kwam ik er zo achter dat ik graag de wereldgezondheid wil combineren met de voedingskennis die ik tijdens mijn studie Voeding en Diëtetiek heb opgedaan. Ik kwam zo bij een organisatie uit in Parijs waar ik zelf een half jaar programma heb gevolgd, waarin kennis wordt geboden aan de studenten voor 3 maanden die ze daarna in praktijk brengen in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Tijdens dit programma kwam ik erachter dat de kennis die zij overhevelen aan studenten niet altijd even duurzaam en efficiënt is en de manier ook waarop in ontwikkelingslanden wordt gewerkt als gehoopt en om deze programma's een daadwerkelijke blijvende impact te laten hebben. Daardoor heb ik ervoor gekozen om mijn scriptie over dit onderwerp te schrijven, onderzoek te doen bij kleinschalige, duurzame en efficiënte projecten in ontwikkelingslanden en een adviesrapport op te stellen voor deze specifieke organisatie om hun programma en effectiviteit te verbeteren en zo levens van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden te kunnen redden. Mocht je meer informatie willen over mijn scriptie of de scriptie willen lezen, dan kan dat natuurlijk. En mocht je contact met mij willen opnemen, schroom dan niet.